Het Awesome, kunt u mij horen? Hey, zag ik jouw vrouw in de Volkskrant staan met een interview? Dat klopt, ja. Samen met Boris Dietrich. Ik vond het een vrij redelijk stuk, eerlijk gezegd. Ja, dat blijft altijd een vrij pijnlijke affaire natuurlijk. Ja, maar leuk om haar eens te zien in die zin, los van het verhaal. Ja, en los van mij. Ja, los van jou. Dat, ik wist dus wel wie je vrouw was. Dat maar ik een echtgenote had, dat wel, ja. Maar ik had haar nooit gezien. Ik dacht, misschien wil ze buiten de publiciteit blijven. Nou, maar dat wil ze in principe ook. Dit was eigenlijk meer om mensen duidelijk te maken dat zoiets mogelijk is en wat dat te betekenen heeft. Uit de aanzien van hun moeders. En daardoor misschien ook voor veel mensen het blikveld op dit terrein iets te verruimen. Dat was haar intentie. Ik geloof niet dat ze de bedoeling heeft om een podcast over dit onderwerp te beginnen. Nee, je weet het niet. Nee, dat ben ik wel vrij zeker van dat dat niet zo is. Oké. Hey, we hebben veel te bespreken, want we gaan het hebben over de Nederlandse premiers. Maar misschien wil je eerst wat van. Ja, als ik geen beeld meer zie, is dat normaal? Of, Ja, dat klopt. Als het rode lampje maar blijft branden. Oh, dat flikkert het rode lampje. Ja, dan is hij aan het opnemen, ja. Dan is hij aan het opnemen, oké. Ze hebben curieuze kleine cameraatjes, maar goed. Ja, nou, het schijnt. Ja, ze worden ook altijd, als je iets met auto's doet, dan wordt zo'n auto ook helemaal behangen met dit soort van bedwergcameraatjes. Hè? Ja, dat klopt. Om eens te laten zien hoe dynamisch zo'n ding wel niet beweegt. Ja, en zonder het merk te noemen, maar het zorgt er dus voor, omdat het natuurlijk hier een klein. Volgens mij is er op dit terrein maar één actief merk, dat is GoPro. Dat klopt. Hè? Ja. Dit is ook GoPro, dat kan ik ook wel lezen. Ja. Ja, reclame. Soms moet je reclame maken voor dingen die het misschien wil doen. Hè? Klopt, maar je zou hier een hele grote camera kunnen neerzetten, maar dat past natuurlijk niet in deze auto. Nee, het zijn wel andere dingetjes, moet ik zeggen. Ja, en ze hebben dus, heb ik me laten vertellen, goede kwaliteit en een soort van groothoeklens. Dus het lijkt alsof je in een immense auto zit. Het moet wel groothoek zijn, maar kijk, ook de lens op onze telefoontoestellen zijn enorm groothoekig. Ja. Namelijk een equivalent bij een kleinbeeldcamera van 28 mm. Dat is vrij fors groothoekig. En ik begreep dat wat je nu bij Apple hebt, dat je er drie van die lenzen hebt, dat ze eerder de kant op zijn gegaan van groothoekigheid dan iets meer tele-effect. Ja. Want er zit natuurlijk in ze hebben ook zo'n portretding. Ja, heb ik ook die iPhone genoemd, neemt u mij niet kwalijk. Er zijn al talloze andere telefoons, ook allemaal prima, luxe. Met iPhones word je enorm opgelicht, dat weet iedereen. Maar goed, ik heb nog helemaal zo'n ding. En dus je kunt met de portretlens is wat van een licht tele-effect, naar mijn idee. Maar ik ben zelf helemaal, was ik ook al in de kleinbeeldtijd niet een groot liefhebber van extreme groothoeklenzen. Ik heb eigenlijk liever een licht tele-effect. Geef ik altijd veel leukere foto's mee dan dat groothoekig effect. Dat kan voor landschappen kan dat heel aardig zijn. Dan is 24 mm een mooie lens. Maar als je de kinderen bijvoorbeeld leuk in beeld wilde brengen, mooie portretten wilde maken, is 85 mm bijvoorbeeld, dat is een geweldige lens. 100 mm, ook een geweldige lens. Ja. En geen zoomlens liefst. Nee. Eigenlijk kon je altijd zelfs aan die hele lullige afdrukjes die je vroeger dan al kreeg, daar kon je eigenlijk al zien dat zoomlenzen toch van wat mindere kwaliteit waren dan de vaste lenzen. Vaste brandpuntsafstand lenzen. En gebruik je nu de camera van je telefoon vaak om foto's mee te maken? Ja, ik fotografeer enorm veel met dit iPhone. Ik heb een aantal jaren van mijn leven, denk jaren 80 of zo, denk misschien nog wel jaren 70, heb ik ontzettend veel gefotografeerd. Echt. Op het fanatieke af, anders kun je het niet zeggen. Ook wel met pretenties dat ik mooie foto's wilde maken. Hoe was ik daar zo opgekomen? Dat vraagt enige verklaring. Ik was helemaal niet zo'n fotograaf. Maar ja, wij hadden een kind geproduceerd. En na enige tijd zei mijn vrouw, ik had er zelf ook helemaal niet zo over gedacht eigenlijk. Zei ze, moet je hem niet fotograferen? Want ja, je weet hoe dat is met zo'n kind. Het is er nog niet. Of ze zit al op een driewielertje. En ze peddelen de tuinhek uit, bij wijze van spreken. Dus ja, ik had er helemaal niet aan gedacht. Dus heb ik eerst een volstrekt flutcameraatje gekocht. Je had zo'n die hele slechte, maar dat werkt al, vond ik niet zo erg goed werken. En toen heb ik toch besloten een kleinbeeldcamera te kopen en dat leidde toch op vrij korte termijn tot een heftige verslaving. Ik heb nog wel overwogen om fotograaf te worden. Oh ja? Ja. Ik had echt
advertenties mee. Leuke, voor mooie foto's maken en zo. Ik meende dat ik allemaal hele originele onderwerpen had verzonnen om die te fotograferen. Maar dat was heel interessant als je een beetje verdiepte in de geschiedenis van de fotografie. Van de afgelopen pak een beter 100 jaar zo'n beetje. Dan kwam je al heel snel tot de wonderlijke gedachte dat vrijwel alles wat je bedacht had, dat was alles eerder bedacht. Ja, ik had een serie schitterende foto's, al zeg ik het zelf, van het Franse landschap gemaakt tijdens de vakantie. Ik drukte ook, moet er nog bij zeggen, ik ontwikkelde de film zelf. Ik drukte ook zelf af. Dat kon ik allemaal, terwijl ik zo onhandig als de pers ben. Dan heb ik nog wel een tip. Ja, waarschijnlijk zijn er helemaal geen fotoamateurs meer die dit soort van dingen doen. Want je hebt daar natuurlijk een filmpje voor nodig om dat te ontwikkelen en af te drukken. Ja, niemand gebruikt meer filmpjes. Behalve natuurlijk die mensen die ook vinden dat je nog weer ouderwetse langspeelplaten moet draaien, omdat die een beter geluid zouden hebben. Ik heb geen idee, maar ik heb altijd zo'n enorme hekel aan langspeelplaten. Ik was blij dat ze eruit waren. Maar goed, ja, dat leidde tot een ingrijpende verslaving. En tenslotte dacht ik, wat moet je er in godsnaam mee? Ik heb nog enorme albums met negatieven liggen. Ik had me keurig ontwikkeld. Een van die strookjes, die waren er 6 speciale albums voor. Die kun je die strookjes in doen. Nou, ik heb altijd gedacht, de hele tijd als ik dood ben, dan moeten mijn kinderen het maar allemaal laten ontwikkelen. Hè? Het kan tegenwoordig gescand worden natuurlijk, gedigitaliseerd. Dus laat die dat nou maar doen. Nee, het was heel lastig om iets te verzinnen. Laten we zeggen, waarvan je dacht, dit is wel wat. En wat niet alles een keer eerder geprobeerd was. Dus neem die Franse landschappen. Keek in een boek en ik zag dat iemand eigenlijk vanuit hetzelfde perspectief dat landschap had benaderd. En ook die afdrukken op een bepaalde manier had gemanipuleerd. Gemanipuleerd nog wel, dat je zag dat ik ben nooit zo erg voor de echte kunstfotografie. Daar was ik niet zo van. Maar, dus toen ben ik ermee opgehouden, omdat ik toch tenslotte constateerde dat het een vorm van escapisme was. Dat ik beter mijn dissertatie af kon maken eigenlijk. Want het is een immens tijdrovende hobby, kan ik je wel zeggen. He, zo'n filmpje ontwikkelen, daar heb je een donkere kamer voor nodig. En zeker als je kleur wil afdrukken, wat ik ook gedaan heb, dan moet je eerst kleurstroken maken. En nou, het is een heisa, je hebt geen idee. Overigens werkt het allemaal prima als je precies houdt aan de voorschriften. Dus de temperatuur waarin je hem ontwikkelt en nou ja, de hele zandekraam. Er was toen een prachtig kleurenmateriaal, dat heette Cibachroom. Dat is ook enorm bestendig tegen zonlicht. Je weet dat de meeste gedrukte foto's, als je die in de zon hangt, dan is binnen een half jaar de hele boel blauw. Want dat is de enige kleur die overblijft. De hele rest die wordt vernietigd door het zonlicht. Maar Cibachroom, daar kun je voor het raam hangen een foto. En dan schijnt hij na 50 jaar, ik niet dat ik het ooit geprobeerd heb, maar schijnt hij na 50 jaar nog er prima uit te zien. Het geeft ook een heel warm, prachtig kleureffect. Maar ook wordt helemaal niet meer gemaakt bij mijn weten. Het is de analoge fotografie is eigenlijk toch totaal afgelopen. Je moet echt wel een hele rare iemand zijn om weer nog analoog gaan fotograferen. Ja, zeker met de technieken van vandaag de dag. Ja, er is natuurlijk van alles mogelijk met die digitale fotografie. Je hebt allerlei programma's waarmee je er alles mee kunt doen wat je zelf maar wil. Ja. Maar, en nu komt eigenlijk de crux van de zaak. Ik fotografeer dus veel met de iPhone, maar zonder enige pretentie. Ik maak het, in principe ben ik bereid de lulligste kiekjes te maken van de kinderen, de kleinkinderen, gaan ze maar door zonder ook maar ooit te denken aan, laten we zeggen, we gaan daar eens een tentoonstelling van organiseren of dit moet naar het museum. Nee, gewoon eenvoudige kiekjes. Neem je wel de moeite om op te staan uit een stoel als je iets wil vastleggen of moet het vooral makkelijk zijn? Nou, niks meer opstaan, daar ben ik nog wel toe bereid eventueel. Maar het hangt erg van omstandigheden af, dat gefotografeerd natuurlijk. En soms is het gewoon aardig. Als je bezig bent zo'n programma te maken, dan fotografeer ik zo los en vast allerlei. Maar nogmaals, zonder nou de hele tijd te gaan denken, is dit de juiste encadrering? Moet ik iets naar links, iets naar rechts? Je weet, fotografie, daarin wordt de werkelijkheid op een gruwelijke manier gemanipuleerd. Veel cameralui bij de tv doen dat ook. Je staat ergens, je moet zo'n verhaaltje houden. En zeiden ze, nee, ga nou iets naar links, want dan zien we dat hoge gebouw niet. En dan zeg ik altijd, ja, dat moeten we nou juist wel zien. Want in Nederland zie je namelijk overal hoge gebouw. Hè? Net zo goed als je in Nederland, daar kan iedereen je vertellen. Als je geluidsopname maakt waar ook geluid bij is,
Zoals wij hier trouwens. Nou, het is een wonder dat het nu buiten even stil is. Hè? Dat er niet iemand met het schuurapparaat bezig is. De klopboor nog niet tevoorschijn heeft gehaald. Niet bezig is met een voorhamer zijn hele huis in elkaar te dreunen. Daar gaan ze maar door. Het is echt... Ik zou een hele boeiende lezing hebben over geluidsoverlast in Nederland. Op plekken ook waar je denkt, dat kan hier niet en toch kan het. Wij stonden in het Limburgse heuvellandschap. Prachtig, prachtig uitzicht. We stonden op de top van een heuvel. Een mooi boompje met zo'n... Hè, je hebt daar van die kapelletjes langs de weg. Met de Maagd Maria of de Heilige of Jezus, weet ik veel. Maar nou ja, zo heel leuk, die kapelletjes. Wat je ook altijd in Oostenrijk in de bergen... Daar heb je eigenlijk 300 meter zo'n dingetje. Ik heb er ook veel van gefotografeerd trouwens. En wij zouden daar een leuke op... Maar ik zou een tekstje doen... ik was nog niet met mijn tekstje beginnen of brom brom in de verte motorfietsen. Ik richt mij nu even tot de Nederlandse wetgever dat het God beter het mogelijk is om met een motorfiets lawaai te maken wat je zeker 's avonds en 's nachts kilometers ver kunt horen, dat begrijp ik niet. Waarom zijn de voorschriften voor auto's enorm streng en mogen die motorfietsen een ongekende hoeveelheid takkenherrie maken? Echt verschrikkelijk gewoon. Schandelijk vind ik het. Nog even afgezien van het suïcidale karakter van het motorrijden zelf natuurlijk. Daar stonden wij en brom brom in de verte een motorfiets. Nou ja, de geluidsman zei even, we wachten even, we beginnen zo overnieuw, we wachten even en dan wachten we tot die voorbij is. Maar ja, wordt die voorbij, een motorfiets die heeft een, laten we zeggen, geluidsbereik van zeker een kubieke kilometer, om het maar zo te noemen. Ja, en wat bleek, het was een motorrally. Er zijn 342 motorfietsen gepasseerd op dat punt. Dus we hebben daar, nou, ik geloof wel een dik half uur staan wachten voordat die bende motorrijders weer voorbij was. Nou, dat is heel karakteristiek. Je bevindt je in het Noord-Groningse landschap. Er is schijnbaar niets aan de hand. Kan ook Noord-Friesland zijn, dat weet ik niet precies. Je bent weer begonnen met een leuk stukje te praten. En dan stijgen die straaljagers van de vliegbasis Leeuwarden op. Nou, die komen op dat punt, komen ze nog op een heel laag overheen knallen. Ik geloof dat ze dan schietoefeningen op Vlieland hebben of zo. Nou ja, daar sta je ook weer tot het hele escada de lucht ingegaan is. Sta je daar ook weer. En dan hier, ook, maar goed, dat kan iedereen die in de stad woont, weent dat. Natuurlijk de gruwel, de verschrikkelijke gruwel van de zelfklusser. Hè? Namelijk iemand die elke zaterdag bezig is om zijn schuurtje op te lappen. Maar omdat hij natuurlijk elke zaterdag maar een uurtje de tijd heeft, duurt het een half jaar voordat hij dat klote schuurtje een beetje heeft gerepareerd. Dus ook hier wil ik mensen adviseren, belt u een vakman. Die doet het veel beter dan u het kan. U levert prutswerk af, ik ben ervan overtuigd. Niet waar? En hij doet het veel sneller. Zodat al die mensen bij u in de buurt geen last hebben van het feit dat u een half uur, wat zeg ik, een half jaar, aan dat stomme schuurtje staat te klussen. Hou op met klussen. Maar het is een soort u van kunt ontspanning. Uw leven beter gebruiken. Sommige mensen vinden dat lekker ontspannend. Dan zijn ze niet goed, Snik. Ik kan er geen niks verstandigs over zeggen. Als je het ontspannend vindt om met een klopboor te werken, dan moet je naar een psychiater. Ja, maar dat hoor je toch ook van mensen die in de tuin aan het schoffelen zijn? Die zeggen ook van heerlijk. Ik doe ook nooit iets in de tuin. Ja, ik moet zeggen, ik kom uit een familie van tuinierders, eerste klas. Mijn opa, mijn moeder, geweldige tuinierders, maar... Ook dat heb ik. Ik ben er zelf een groot voorstander van de groei van een Amazone-oerwoudachtige tuin. Dat je echt volledig de natuur zijn gang laat gaan. Dus ook trouwens voor de kleine beestjeswereld is dat een grote zegen. Niet spuiten met vergif. Niet overal steentjes op de vloer. Niet alles zo aangeharkt. Gewoon een lekkere spontane rotzooi zoals de natuur zelf altijd produceert. Heb je een tuin hier? Ja, ik heb een voortuin en een achtertuin. Niet dat het overhoudt. Hè. Als je heel erg goed kunt spugen, dan kun je van de achterdeur naar de muur spugen, bij wijze van spreken. Maar het is zijn tuinen toch wel. Wat natuurlijk in de stad al een betrekkelijk uniek gegeven is. Ja. Maar is dat een soort van oerwoud? Ik ben ook geen tuinzitter. Dus, Oké, dat scheelt. Maar dat wordt dus ook niet onderhouden? Nee, nou ja, dat wil zeggen de natuur. Ja, oké. Maar... De grootste en meest positieve kracht die wij op deze planeet kennen onderhoudt onze tuin. Ja. Zowel voor als achter.
Vooral achter begint het echt heel indrukwekkend te worden. Zou je niet verbazen als ik in korte termijn een tapier in de tuin zag lopen. Ja, nee, dat, ik ben benieuwd. Ja, ja ik ook. Ja. Hey, we hebben even Baudet, ja, jouw grote vriend, die heeft wat geroepen. Ach, mijn vriend, ja. Ja, het is... Hij heeft allerlei vrienden, niet waar. Ja, hij wilde zijn tussen aanhalingstekens uiteraard. Hij wilde zijn partij nu om turnen in een soort van beweging met een eigen munt en een eigen... Ik weet niet, heb je het gehoord? Een eigen munt, een leuk idee. Hij gaat zeker ook in die cryptomunt of zo. Nou, dat zou kunnen, ja. Ja, daar moet ook eens een eind aan gemaakt worden. Flauwekul. Ja. Je hebt het bericht niet gezien van wat hij erover... Nee, heeft. Van Baudet, nee, ik zie... Nee. Nee, ja. Waar heeft hij dat bekendgemaakt? Ja, het was op verschillende... Heeft hij de leden gemaild of zo? Nee, verschillende nieuwssites hebben het opgemerkt. En daar was natuurlijk wel weer de nodige kritiek op. Hoe gek het ook is wat hij te melden heeft. Namelijk het begin van een eigen munt. Daar moet je ook al na laten kijken natuurlijk. Je weet ook dat Facebook ook zo'n geweldig idee had. En ja, ik zal het even... Ik denk eerlijk gezegd dat dat is en terecht naar mijn gevoel getorpedeerd zal worden door de lokale autoriteiten, om het maar zo te noemen. Die werken er ook aan. Ja, die werken er ook aan. Of dat iets wordt, dat weet ik eigenlijk niet precies. We hebben nu een uitstekend betalingssysteem waar niets mis mee is. En Paul Krugman, de bekende Amerikaanse econoom, heeft laatst nog eens haarfijn in een betrekkelijk korte column uitgelegd wat alle flauwekul die cryptomunten zijn. Ik zou zeggen, lees het en u ziet ongeveer wat ik ervan vond. Ik had het niet beter kunnen formuleren. Bovendien ben ik geen econoom. Nee. Baudet wil Forumland. Met een eigen munt, scholen en een dating app. Ah, prima. Gesloten samenleving. Ja, ik ben er erg voor. Ik stel voor dat hij een van die eilanden in de Zuid-Chinese zee huurt van de Chinese overheid. Daar kun je echt helemaal opnieuw voor jezelf beginnen. Geweldig. Misschien kan hij nog ergens zo'n rif-eiland in de Stille Oceaan vinden waar die welkom is. Die hebben de Tonga-eilanden nog iets over en wij zetten hem van hem af. Dat zou wel enorm schelen, ja. Nee, ik ben er erg voor, de hele bliksemse boel. Postzegels met Baudet erop en nou ja, je weet net hoe dit soort dingen gaat. In eerste instantie is er altijd een groep van mensen die vinden het geweldig en leuk en die gaan mee. En dan vestigt zo'n groep zich op een afgelegen plek en ze timmeren een huisje met de klopboren en zo. Niet waar. En dan begint de ruzie. En tenslotte vallen al dit soort van ideale, idealistische gemeenschappen vallen altijd na vrij korte tijd in ruzie uit elkaar. En dan moet je weer weg en zo. En dan heb je een hele frustrerende ervaring opgedaan. Daar is hij goed in, hè, Baudet, en ruzie maken. Ja, daarom. Het is een man met een uniek talent in vele opzichten. Dus ja, ik stel voor, ik denk dat hij zo'n eiland in de Zuid-Chinese zee, ik denk dat de Chinese overheid zelf moeite heeft om daar bewoners voor te vinden. Het lijkt me wel een geweldig idee eigenlijk. Ja, een Forum Cryptomunt wil hij. En hij wil het Forumland, dat is dus zijn eigen gesloten samenleving, als een soort van zuil vormgeven. Het is een idee dat hij al lang geleden postvatte. En het wordt steeds concreter. Ah, nou, veel sterkte. Ik wens hem veel sterkte. Maar ik wens de mensen die erin vliegen, die wens ik nog veel meer sterkte. Zoals tenslotte tot op heden. Al die mensen die in deze wonderlijke persoon zijn gevlucht geestelijk. Ja, het valt me toch iedere keer wel op dat hij weer in die pers komt. Wat hij ook roept, dit is ook... Dat is een hele ongelukkige zaak met onze pers. Of in bredere zin de media, want het geldt niet voor alle media. Ik neem aan dat hij in de filatelistische bode, dat hij daar niet regelmatig ook een portretje in heeft. Maar ja, dat de media een enorme liefde koestert voor halve garen. Hoe gekker je bent, hoe beter. Want dan is het, ja, dat is opwinding, reuring, herrie in de tent. Misschien komt er wel ruzie van. Nou, dat vinden ze allemaal geweldig. Kijk, wie heeft Baudet groot gemaakt? Dat zijn de media, hebben Baudet groot gemaakt. Ik heb toch wel eens geklaagd over mijn eigen keurige krant, NRC. Die een korte periode van ingrijpende verdwazing heeft gekend. Waarbij ze werken, je kon die krant niet opslaan. Er stond een enorm stuk over Baudet in de krant. Wat helemaal niet buitengewoon kritisch was. Toen zijn ze geloof ik tenslotte toch tot betere gedachten gekomen. En nu is die ziekte daar afgelopen. Maar ja, je weet hoe televisie in elkaar zit. Ja, wat is televisie? Televisie is de dorpspomp voor rampenbielen. Dus ja, zo moet je het zo'n beetje zien. Hè? Althans, een groot deel van de programma's zijn natuurlijk van... Dus ja, Trump. Wat dacht je van Trump? Wie heeft Trump groot gemaakt? De media hebben Trump groot gemaakt, al zeker.
En weet je, dat het aantal kijkers dat verdubbelde bij CNN als Trump in beeld kwam. Shana, je begrijpt, heeft het dat die wereldberoemde uitspraak van die man van NBC of nou, welke was het, een van die Amerikaanse omroepen, zei ja, Trump is een ramp voor het land, maar een zegen voor ons budget. Oh, Fox News. Nee, dat was niet Fox. Oh. Nee, die hebben er ook enorm van geprofiteerd, maar echt ook even van die nette omroepen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar in principe, jij doet het ook goed in de media. Dus ja, kennelijk heb ik iets Trumpiaans over mij. Hè? Misschien ben ik een soort van combinatie van Trump en Baudetti, maar die ook na kan denken. Ik denk dat toch het verschil is. Ik vertel ook minder leugens, moet ik aan de... Ja, ik kijk even met vertrouwenwekkende blik in die minicameraatjes van je. Hè? Ja, ik vertel eigenlijk maar zelden echte leugens dan. En als ik dat al doe, dan is het meestal omdat ik ook niet beter weet dan. Maar ik ben ook, hoop ik, toch wel een iets mindere grote fantast dan Trump en Baudet zijn. Ja, maar je kunt wel heel goed samenvatten hoe het zit. En dat op een leuke manier. Ja, nou ja, dat is klaarblijkelijk ook een groot talent. Ja, ik kan eigenlijk... cameraatje is op hol geslagen. Oh, ja, eentje ja. Paniekerig is die geworden. Camera is too hot staat erop. Oh, dat staat erop. Ja, okay. Maar die doet het nog, toch? Die knippert nog. Hij knippert wel. Ja, dan doet hij het. Het is deze hier. Oh, dat is een andere. En die doet het ook nog. Oh, kijk, deze wordt waarschijnlijk nog iets ontlucht door het roper aan. Ja, dat denk ik, ja. Ja, nou ja, goed, dat is op zichzelf een nuttig talent, zou ik zeggen, wat ik klaarblijkelijk bezit. Ik denk toch dat mensen dol zijn op kijken naar mensen die toch op een of andere manier als licht afwijkend worden gezien. Ik denk dat er toch heel ingewikkeld en op lange termijn een relatie is tussen het feit dat ik natuurlijk enorm geplaagd ben als kind. Met name op de lagere school, de middelbare school was dat een stuk minder. Eigenlijk helemaal niet meer. En het feit dat ik het nu wel aardig doe op de televisie. Ik zie mensen in mij iets geks. Ja. Ik weet niet precies wat, maar iets afwijkends in ieder geval. En dat doet ja, het dat goed. Heet, hè, dat is een bekende term in televisieland, authenticiteit. Authenticiteit is dat je echt overkomt. Dat je niet gedurende een uur eerst bent opgevergd bij de visagie en dan al die dingen zegt waarvan mensen denken dat je het moet zeggen. Maar dat je helemaal niet opgevergd bent door de visagie. En dat je in principe gewoon zegt wat je ervan denkt. Al moet ik eerlijk bekennen, bij al die geweldige authenticiteit, als ik altijd volledig eerlijk zou zeggen wat ik overal over denk, dan had ik al lang en breed had ik naar België moeten vluchten en ik weet niet of ik daar veilig was geweest, eerlijk gezegd. Want dan... Dat is... Nou, je moet je natuurlijk altijd toch een tikkeltje matigen, dat is niet anders. Oké. Okay. Er kan zijn wat dingen waar ik me enorm over op kan winnen en dan denk ik altijd, ja, veel zin heeft dat allemaal ook niet, dus laat ik dat maar niet doen. Dus wat je eigenlijk vertelt nu, dat valt nog relatief gezien mee. Ja, zeker. Ja, ja nee, vaak matig ik mij nog een beetje. Vooral natuurlijk omdat dat is ook niet zo moeilijk. Niet waar, omdat een groot deel van wat er in de wereld gebeurt zo stapelkrankzinnig is dat je er, nou ja, dat je er eigenlijk wel een beetje vrolijk van wordt. Hè. Ja, van Baudet kan je toch ook wel hè, met de juiste benadering een beetje vrolijk worden. Hè. Ja, ja, we hebben. Het wonderlijke is dat de gekke brigade, zoals ik het zelf voor mijzelf altijd noem, dat die politiek relatief heel succesvol is. Ja, en niet alleen in Nederland of zo, maar dat een fenomeen is wat je overal ziet eigenlijk. Ja. Ja, dat mensen die nou, graag stemmen op mensen waarvan, nou je hoeft geen groot denker te zijn om te begrijpen dat Baudet althans politiek gesproken zo gek is als een deur. Maar ja, dat maakt niks uit voor een aantal mensen. Hè. Het wordt pas bedenkelijk natuurlijk als het 51% wordt. Ja. Maar dat gaat het niet worden. Exact. We hebben de vorige keer de Duitse bondskanseliers gedaan. Daar zijn we bij Merkel uiteraard hebben dat afgerond. We gaan nu, dat hebben we ook toegezegd, de Nederlandse premiers doen. Ja, dat was het idee. Ja. Er zijn overigens veel, dat had ik jou gemaild, hè? Veel mensen die al... Ja, bepaalden... die wouden van alles weten over de Nederlandse premiers. Ik weet niet of ik dat allemaal aan de orde kan laten komen, nee, ja. Maar een deel kan wel. Ja, we zullen... Ik had ook al gezegd dat ik nog twee mensen van voor 45 met ere wou noemen. En dat zijn natuurlijk Thorbecke, Johan Rudolf Thorbecke.
in feite de ontwerper van een nieuwe grondwet in 1848, de jaren 40. En het jaar 1848 is een bekend jaar van revolutie en opwinding in Europa. En voor zover Nederland in staat is tot revolutionaire opwinding, was er ook in Nederland een klein beetje revolutionaire opwinding. En daaruit komt voort een nieuw ontwerp voor een nieuwe grondwet. Want Willem II, die eigenlijk heel conservatief was, was in één nacht liberaal geworden. Hij was natuurlijk bang dat hij ook weggejaagd zou worden door het woedende volk. Maar, en dus hij dacht, laten we het zo aanpakken. En in allerlei opzichten zijn stukken van wat Thorbecke bedacht heeft, die zijn nog wel over. In allerlei opzichten is dat natuurlijk ook veranderd. Het kiesrecht was toen, ik geloof, 3% van de bevolking, alleen van de mannelijke bevolking bovendien. Alleen die mannen die vrij forse belastingen konden betalen, die werden daartoe in staat geacht. Dat is gelukkig wel veranderd. Al heb je altijd moeite met. Je moet jezelf altijd in toom houden om te zeggen, ja, nee, de democratie is toch het mooiste wat er is. Maar ik heb het vaker gezegd, daar waar de democratie om hals gebracht wordt, op gruwelijke wijze, is dat uiteindelijk altijd het werk van kiezers. Die kiezen op personen waarvan ze kunnen weten in principe dat ze op een hele akelige manier aan de democratie zullen gaan prutsen. Maar goed, Thorbecke dus, die ook wel besefte, voor zover ik me dat herinner, dat natuurlijk geleidelijk aan dat kiesrecht uitgebreid zou worden, dat als het ware zijn ontwerp zou worden opgevuld en tenslotte een wel democratische karakter zou kunnen krijgen. Maar ik denk dat het nog steeds een hele nuttige figuur was. Hij had ook allerlei eigenaardigheden. Ik weet niet veel van Thorbecke. Er is niet zo lang alleen een heel dik boek over Thorbecke gepubliceerd. Dus als mensen dat willen lezen, moeten ze het zeker doen. Dat hij in de Kamer altijd heel zachtjes sprak. En je weet wat een enorme kracht uitgaat van mensen die zachtjes spreken. Ik was ooit nog eens op een conferentie in de Verenigde Staten. Daar sprak een wereldberoemde econoom. En dit was een hele roerige zaal. En een enorm kabaal was het voortdurend. En hij begon te spreken. En hij begon heel zachtjes te spreken. En verrek, in no time, niet waar, was die zaal stil. Heel effectvol. En ik las ergens ooit, ik weet, ik kan geen garanties bieden, dat Thorbecke die gewoonte ook had. Ik vind het zelf bewonderenswaardig, omdat natuurlijk de meeste mensen gaan schreeuwen of heel erg hard praten. Je hoort het nu ook helemaal niet meer, dat mensen heel zachtjes praten in de Kamer. Nee, zachtjes praten is sowieso lastig. Hè? Zachtjes praten is lastig. Ja, maar ze willen wel allemaal de aandacht. Dus als dit werkt natuurlijk, ook stiltes laten vallen, toch? Werk. Als je dat kunt, stiltes laten vallen. Maar dat daar voor om echt goede stiltes te laten vallen, moet je een hele goede spreker zijn. Hoe beter de spreker, hoe beter zijn stiltes. Obama bijvoorbeeld, een fantastische spreker, was een fantastische stilte laten vallen. Dat je soms wel dacht, is die bewusteloos geraakt of komt er nog wat toe? Ja, dat het echt spannend was, bij wijze van spreken. Ja. Dat kan lang niet iedereen. Sowieso goed spreken is natuurlijk ontzettend moeilijk. Dat weet ook iedereen. Niet waar, ik lees altijd dat ik weliswaar heel aardig spreek, maar dat het vooral gebruikt kan worden voor mensen die slapeloze nachten hebben. Dus die zetten het aan en binnen 10 minuten zijn ze weg. Dus ik weet niet hoe ver ze nou met die minister-presidenten gaan komen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Of zal nou meteen na Thorbecke in slaap zakken? Want ik wou nog heel even Thorbecke dus. Die is 3 maanden minister-president geweest. Overleden, ik dacht 1872. En geboortig in 1798, als ik het wel heb. Dus nog betrekkelijk oud geworden, in principe. Ik heb nog wel een leuke Thorbecke-anekdote in voorraad. Ik zat nog eens met een aantal historici aan een tafeltje in een Amsterdams café. En wij zaten eigenlijk een beetje te schimpen op het zeer geringe algemene ontwikkeling in Nederland. En het feit dat de meeste Nederlanders nooit van Thorbecke zouden hebben gehoord in onze visie. En toen dachten wij, of althans ik dacht dat, weet je wat, ik doe een leuk experiment. Zodra er dadelijk iemand uit de wc komt, dan vragen we, mogen we u een vraag stellen? En dan zeggen we van, weet u wie Thorbecke is? En dan moet die man of vrouw, die moet dan zeggen, nee, nooit van horen, flauw, Thorbecke. Maar, en dan zeggen wij, zie je wel, dat is verschrikkelijk.
met de huidige kennis in Nederland. Die zegt dat een totaal dieptepunt is al jaren. Nou, zo ging het zo'n beetje. Dan verschijnt uit de wc een man van middelbare leeftijd. En zei, mogen wij u een vraag stellen? Ja, dat zijn maar geen probleem. Toen zeiden we, wat weet u van Thorbecke? Nou, zei hij, is geboren in 1798 en overleden in 1872. Leider van 3 kabinetten. Mijn maker van de grond. Dus ja, je begrijpt dat er een hilarisch gelach opging. En dat wij op dit punt in ieder geval, ik geef tot de bewijskracht van één enkel geval niet zo verschrikkelijk groot is. Maar het was toch heel aardig eigenlijk dat dat gebeurde, althans. Nou, ik heb het al 100 keer verteld overigens, en bij deze en geen gelegenheid. Maar ik vond het een hele amusante gebeurtenis. Ja, dan moeten we ook nog even vermelden, Cort van der Linden. Die was partijloos, als ik het me goed herinner. En die is denk ik in 1917 minister-president geworden. En geweest tot 1921 of zo, een jaar of 4, 5 is die dat geweest. En Cort van der Linden heeft eigenlijk een soort van zakenkabinet gevormd, wat een aantal belangrijke kwesties die in Nederland speelden toen de tijd heeft opgelost, tot een goed einde gebracht. En dat was natuurlijk de religieuze kwestie, namelijk het religieuze onderwijs. Hoe moet dat geregeld worden? Nou, dat werd zo geregeld dat het religieuze onderwijs gelijkgesteld werd aan het openbaar onderwijs. Maar dat natuurlijk ook het religieuze onderwijs dan wel moest voldoen aan de eisen van een behoorlijke onderwijsinspectie. En zo is het ook gegaan. En goed, er zijn enorm veel op religieuze leest geschoeide scholen gekomen. Die tegenwoordig meestal weliswaar wel nog christelijk in de titel voeren, maar in feite totaal niet christelijk zijn. Ja, je hebt hier bijvoorbeeld in Utrecht een christelijk gymnasium. Nou, het kan zijn dat de naam van de Heer Jezus wel eens in het voorbijgaan genoemd wordt, maar dat heeft met een christelijke school niet zoveel meer te doen. En je hebt natuurlijk nog overal in het land van die leuke kleine scholen, school met de Bijbel staat er daar boven de deur. Meestal zijn het tegenwoordig appartementen voor mensen die geslaagd zijn in het leven. Die hebben de school verbouwd tot een bijzonder luxueus huis. En wat je dan op de televisie te zien krijgt, van die perfect opgeruimde huizen. Kunnen ze ook niet bij die huizen die je nog wel eens bezoekt op televisie, gewoon gezellige rommel in huis hebben. Dat er gewone mensen wonen. Hè? En niet dat je woning niet een esthetisch project is. Dat kan mij ook. Ja, ik kan me overal aan ergeren, dat zie je. Maar als de cameraploeg bij jou thuis komt, dan zegt je vrouw waarschijnlijk ook, ja, ik toch even ja, het moet wel opgeruimd worden. Ja. Ja. En dan zeg ik, dat gaat niet gebeuren. Sterker nog, ik ga er nog wat rommel bij maken. Ik flik er nog wat oude krant op de grond en zo. Laat dan wat ik vind het, voor mij hoeft dat helemaal niet. Waarom zou je het op moeten ruimen? Als je dat normaal ook niet doet, daar ga ik even vanuit dan. Je hebt mensen die normaal natuurlijk die een netheidscomplex hebben. En ja, dat is verschrikkelijk. Ja, ik had een tante, als je een sigaret rookt, die maakte hem uit in de asbak. Dan pakte ze de asbak op, liep met de keuken. Deed de sigarettenpeuken in de vuilnisbak en was er daar. Het asbakje kwam weer terug, zette het neer. En dan zit een kwartier later weer een sigaret rookte, ieder blito. Ze kon ook strijken met een strijkmachine op een manier dat je denkt, hoe is dit mogelijk? Zou hier een documentaire van moeten maken, dit is zo uniek. Wat deed ze dan? Nee, zij kon een overhemd met een strijkmachine. Ik weet niet of je eens zo weet hoe een strijkmachine werkt, maar hoe dat je daar überhaupt een overhemd mee kunt strijken. En dan in een tempo dat je absoluut niet voor mogelijk houdt. Wat is het verschil met de strijkboot zoals we hem nu kennen? Nou, dat het een hele ingewikkelde machine is en dat je dat ding zo eronder moet schuiven. En dan, oh ja? Dan druk je op een knop en die... Ja, god, het is 50 jaar geleden dat ik dat de krant werkelijk heb gezien. Zij is al lang tot haar vader verzameld, maar het was indrukwekkend om te zien. Maar ik dwaal af van mijn Cort van der Linden. Dus de religieuze kwestie is geregeld en de kiesrechtkwestie is geregeld. Dus dat heette dus de schoolkwestie en de kiesrechtkwestie. Dat we zeggen, we kregen toen eerst maar algemeen mannenkiesrecht en vlak daarop volgend algemeen vrouwenkiesrecht. Wat we tot op de dag van vandaag hebben weten te bewaren. Dat is toch wel mooi. Wij zijn eigenlijk wel een redelijk functionerende democratie in Nederland. Dus Cort van der Linden ook nog even met ere genoemd. Dus dan kunnen we naar 1945. Want meteen in 1945, als Nederland bevrijd is van de Duitsers, komt er een kabinet. Het kabinet Schermerhorn-Drees. En de minister-president was Schermerhorn. Ik denk eigenlijk dat iedereen hem vergeten is in Nederland.
kunnen we straks, als er iemand langskomt, kunnen we ook die proef doen. Ja. Mogen we u een vraag stellen? Weet u wie Wim Schermerhorn is? En dan zullen de meeste mensen het niet weten. Hij heeft er ook maar 1 jaar gezeten als minister-president. Mijn opa, die een goede kennis van Schermerhorn was. Schermerhorn was eigenlijk hoogleraar in Delft, dat was mijn opa ook. En die zei van ja, die Schermerhorn, dat is een beste man, maar die gaat het niet langer dan 1 jaar maken in de politiek. En mijn opa heeft groot gelijk gekregen op dit punt. Waarom dan Schermerhorn als minister-president? Dat had iets te maken met het idee, wat in 1945 nog sterk leefde, dat we in Nederland de hele politiek zouden moeten vernieuwen. En een aantal Nederlandse prominenten, die vaak ook al een prominente rol hadden gespeeld in de jaren 30 in, laten we zeggen, de kritiek op het toen opkomende fascisme. Het blijft natuurlijk een wonderlijke zaak, nietwaar, dat we in de jaren 30 al geageerd hebben, tal van mensen tegen het fascisme. Daar is die gruwelijke oorlog overheen gekomen met alles wat daarin gebeurd is. We hebben daarna tientallen jaren na 1945 gezegd hoe erg het fascisme was. En nu, nietwaar, hebben we tal van modieuze studenten die het nationaal socialisme een prima idee vinden. Al met alles erop en eraan. Dat is toch wel een wonderlijke ironische wending in de geschiedenis. Goed, Schermerhorn was een man die in die vernieuwingsbeweging een belangrijke rol had gespeeld. Een aantal van die prominenten was gegijzeld in Sint-Michielsgestel. Die hadden ook onderling overleg gevoerd. Gegijzeld door de Duitsers natuurlijk. Die hadden onderling overleg gevoerd daar. Het moest in Nederland totaal anders. Het was mogelijk om in feite een brede volksbeweging op te zetten met de socialistische idealen aan de ene kant, religieuze idealen aan de andere kant, een soort van aantrekkelijke combi. En dan zou alles beter zijn dan die op zichzelf inderdaad nogal treurige en inspiratieloze politiek van het interbellum. Er is ook na de oorlog in Nederland een Nederlandse volksbeweging opgericht, NVB. En die zou dat in principe tot uitvoer brengen. Het interessante is, daar is niets van terechtgekomen. Men verwacht ook gouden bergen van een soort fusiepartij. De Partij van Arbeid was dat. Die zou een aantal verschillende vooroorlogse groepen bijeenbrengen. In het bijzonder natuurlijk de SDAP, de Socialistische Partij. Maar ook de Vrijzinnig Democratische Bond zou eraan deelnemen. En dan heel kleine religieuze partijtjes. En eigenlijk het resultaat bij de eerste de beste verkiezingen in 1946 van die fusiepartij, de Partij van de Arbeid, viel eigenlijk enorm tegen. Het kwam erop neer dat met name ook de leiders van de religieuze partijen, de confessionele partijen, er helemaal niets voor voelden. Die voelden het rond een lang mooi boomdien, niet waar, hadden die een meerderheid in het parlement, dus zij konden beslissen wat er wel en wat er niet ging gebeuren. Dus Schermerhorn is eigenlijk al na een jaar verdwenen. En dan krijgen we 2 jaar Beel. Beel was een vertegenwoordiger ook van op zichzelf een schijnbaar nieuwe, maar gewoon oude partij. Toch ook Rooms-Katholieke Staatspartij van voor de oorlog had zijn naam veranderd in Katholieke Volkspartij. Hè, dat woord volk, dat is toch een... Ja, het is prachtig hier, mevrouw. Hè. Jammer dat we ze niet even konden vragen of we ze wel van Thorbecke hadden gehoord. En ze fietst voorbij. Maar ze vonden het wel mooi hier. Prachtig. Ja, dus vernieuwing, nee. Het hele oude bestel keert eigenlijk weer terug na de Tweede Wereldoorlog. En Beel was een typische bestuurder uit de Rooms-Katholieke kring. Die ook allerlei nuttige dingen heeft gedaan. Die zit 2 jaar als minister-president. Het kabinet heeft er ook niet zo verschrikkelijk lang gezeten. En tenslotte, niet waar, daar moeten we het vooral over hebben, komt in 1948, wordt Drees minister-president. Een groot punt in die tijd was natuurlijk de hele kwestie Indië. Wat moeten we met Indië? We hebben 2 politionele acties gehad. Er is geconfereerd. We gaan er nou in de details niet in. Ik weet er ook niet zo bijster veel van, eerlijk gezegd. Maar Nederland had simpelweg nogal wat tijd nodig om te wennen aan de gedachte dat Nederlands-Indië liever zelfstandig was dan onder het Nederlandse bewind te zuchten. Dus de gordelman van Smaragd werd tenslotte Indonesië. Dat heeft een paar jaar geduurd voordat dat in Nederland door was gedrongen, dat simpelweg een onvermijdelijke ontwikkeling was. Dus ook Drees is nog, als ik het wel heb, verantwoordelijk geweest voor een van die politionele acties.
Dat zal hij niet leuk hebben gevonden. Ik denk dat hij sowieso niet gelukkig was met het in de beleid ten aanzien van Nederlands-Indië. Maar hij wou tot elke prijs eigenlijk dat de Partij van de Arbeid in de regering bleef om een aantal dingen te realiseren die hij ook tenslotte heeft kunnen realiseren. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Je kunt, ik weet niet precies of je ons beleid ten aanzien van Nederlands-Indië moet zien als een succes of een mislukking. Het treurige is natuurlijk dat we in die politionele acties een reeks van dingen hebben gedaan die in feite totaal niet door de beugel konden. Nou, weer zo'n film gemaakt en altijd als daar iets over gezegd wordt in kritische zin, niet waar, dan krijg je boze veteranen op je dak. Dat is ook van die veteranen wel weer begrijpelijk natuurlijk. Die zijn door de Nederlandse regering uitgezonden met de boodschap dat ze iets enorm nuttigs konden doen direct na de afloop van de oorlog, namelijk die gemene achterbakse verraders die Indië zelfstandig wilden maken en die met de Japanners hadden samengewerkt. Dus dan wist je het wel, die deugden voor gemeten om die een kopje kleiner te maken en Nederlands-Indië weer tot Nederlands-Indië te maken. Indië verloren, rapspoed geboren, zei men in die tijd overigens. We hebben Indië verloren en van rampspoed is bepaald geen sprake geweest na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik kan me die veteranen ook wel voorstellen, maar feit is dat wij, zoals dat zo treffend heet, op dat moment aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Het was duidelijk natuurlijk, Nederland was bezet geweest, een groot deel van de Nederlandse elite had geen benul van wat er feitelijk in de wereld omging en hoe de wereld veranderd was door de Tweede Wereldoorlog, vandaar dit verzet en vandaar dat het dus tot 1949 heeft geduurd voordat we bereid waren om te erkennen dat het een zelfstandige eigen natie moest worden, wat tenslotte toch gebeurd is. Nou, Indië verloren, rampspoed geboren, was daar sprake van? Nee, totaal niet. In feite zijn er zelden in de Nederlandse geschiedenis zulke langdurige, glorieuze periodes geweest als 45, 75. 30 jaar min of meer ononderbroken, vrij stormachtige economische groei. Dat we nu in een fijn autootje zitten en allemaal van die GoPro-cameraatjes hebben en zo. Ik zal deze weer eens aanzetten. Kijk wat die doet. Allemaal welvaart in optima forma. Ja, de wereld is voor mijn generatie natuurlijk. In allerlei opmerkingen. Er kan nog van allerlei misgaan in de wereld. Maar voor mijn generatie natuurlijk. Ja, in Nederland in 1945 was een arm land. Waar veel oorlogsschade was op grote schaal. Niemand wist dat we 30 jaar van hele sterke economische groei tegemoet gingen. Vandaar ook dat we in Nederland een immigratiebeweging hadden. De overheid dacht, we hebben in Nederland te weinig mogelijkheden voor een iets te grote bevolking. Dus weet je wat we moeten doen? We zetten een emigratiebeleid op. Nederlanders kunnen emigreren. Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Toen de emigratie al lang was afgelopen, hingen er nog bij op de spreekkamer van de artsen. Hingen van die van, wilt u emigreren, bel dan. Zag je ook ineens een opgewekte familie met 17 kinderen. Die dan op de, weet ik het, de Statendam naar Canada vertrok of zoiets dergelijks. Ja, ik heb altijd licht meelij gehad met al die lui die geëmigreerd waren. En natuurlijk, toen gingen naar landen die veel welvarender waren dan Nederland. En ik denk dat Australië misschien, ik weet het niet zeker, maar Nieuw-Zeeland niet. Canada ook twijfelachtig. Het is ondertussen zijn wij natuurlijk even welvarend, zo niet welvarender geworden dan die emigratielanden. Jarenlang zijn tienduizenden, of hoeveel in totaal aan Nederlanders geëmigreerd zijn, weet ik niet precies. Maar het zal toch in de honderdduizenden lopen. Emigratiebeleid, eigenlijk met het idee, oh jee, wat moeten we hier? En kijk. Niet waar, we zijn een van de welvarendste landen ter wereld geworden in die 30 jaar. En toen dachten we dat het een beetje afgelopen was, maar daar komen we nog over te spreken. Want natuurlijk in de jaren 90 hebben we nog weer eens een flinke dosis groei erbij gekregen. Ik las dat er mensen waren die het vervelend vonden dat ik af en toe afgeleid raakte door andere interessante onderwerpen. Dan kunt u nu even naar de wc, want ik ga even een ander interessant onderwerp bespreken. Want wat reed er voorbij? Een zwarte MG. Ja, een elektrische, hè? Een elektrische MG. Dat ding wordt in China gemaakt. En het interessante is dat niemand meer weet wat MG betekent. Maar MG was een heel bekend
Engels automerk. Sportwagentjes. En waar staat MG voor? Voor Morris Garage. Hè? Of Garage, ik weet niet precies hoe de Engelsen dat. En dat vind ik zo curieus dat dat ding daar voorbij rijdt met dat merkje MG. Hè, wat in mijn jeugd nog enorm betekenisvol was. Had een beetje een mythische status. En nu is het een elektrische auto die in een mij onbekende Chinese provinciestad wordt gemaakt. Er zijn tal van steden in China, waar is natuurlijk ook de grootste automarkt tegenwoordig. Ja, ik hoop dat u weer terug bent van de wc. Dus dan kunnen we even door met het onderwerp waar we het daadwerkelijk over hadden. Namelijk het Bill als minister-president. Over Bill is een beetje een grijze figuur. Daar is er niet zo verschrikkelijk veel over te vertellen. Bij allerlei gelegenheden dat er in Nederland problemen moesten worden opgelost, werd Bill van stal gehaald. Hij heeft ook nog eens een minister-president geweest in een tussenkabinetje. Als Drees ermee ophoudt, maar zover zijn we nog lang niet, want eerst moeten we Drees doen. Drees wordt in 1948 minister-president en hij doet dat 10 jaar lang, tot 1958. Er zijn meerdere kabinetten Drees geweest. En Drees wordt eigenlijk wijd en zijd beschouwd als verreweg de beste minister-president na de Tweede Wereldoorlog. Daar zit best wat in. We zullen zo zien of hij nog serieuze concurrentie verdient, ja of nee. Maar hij was een voortreffelijke minister-president, zoveel is duidelijk. En overigens was hij een overtuigde sociaaldemocraat, zonder meer. Maar wat hij heel goed kon, wat natuurlijk toch een nuttige taak is voor een minister-president, is dat hij zichzelf daar zag als een, niet als onpartijdig, want dat was niet nodig, maar toch als al enigszins staande boven de partijen. Want dat is ook heel eigenaardig bij Drees. Dat je tegenwoordig tal van oudere VVD'ers die zeggen, ja, ik stem nu natuurlijk VVD, maar als er nog zo iemand als Drees was, dan zou ik op Drees stemmen. Ja, dan denk ik altijd, ja, dat zal best wel. Dat had je toen ook niet gedaan, eerlijk gezegd. Maar goed, hij wordt algemeen, hij was een man met een voortreffelijke voorzitter van de ministerraad. Hij had een spreekwoordelijke zuinigheid, dat vinden Nederlanders altijd fijn, daar kunnen we ook nog wel wat anekdotes over vertellen. Hij kende dossiers vaak van avond tot gort, vaak beter dan zijn eigen ministers, dus kennelijk werd er ook hard gewerkt. Het was een intelligente man in alle denkbare opzichten, hij is ook 101 geworden, dus wat dat betreft is hij door de heren ook ruimschoots beloond. En hij is 10 jaar minister-president geweest. 10 jaar natuurlijk waarin Nederland in een rap tempo welvarender werd. Ook bovendien de bevolking ook groeide in een rap tempo. Voor zover je later misschien kunt twisten over de vraag of Lubbers beter was of slechter was dan Drees. Ik denk dat de meeste mensen Drees nog steeds wel beter vonden. Zeker de ouderen, zonder meer. Maar dan moet je er natuurlijk wel bij zeggen dat het Drees meezat wat betreft de conjunctuur. Die 10 jaar natuurlijk, die vallen precies in die stormachtige economische ontwikkeling die Nederland eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog doormaakte. Jaren 40 waren schaal voor alle Nederlanders. Nou ja, behalve misschien rijke mensen hebben, daar is het nooit schaal. En ook zeker het begin van de jaren 50 was nog schaal. Maar ik denk dat je zo eind jaren 50, toen kon je de eerste signalen van de welvaart begonnen toen duidelijk te worden. Al is het natuurlijk wel leuk om te weten dat in 1960 volgens mij er in Nederland 400.000 auto's waren. Ik dacht dat het nu in de orde van 9 miljoen was. Ja, zoiets dergelijks. Dat geeft wel een beetje een indicatie van wat er in Nederland veranderd is. Omdat de auto natuurlijk ook in allerlei opzichten een soort van infrastructurele revolutie heeft veroorzaakt. Waarvan je ook weer achteraf afvraagt, hadden we dat ook anders kunnen organiseren. Je moet wel heel erg goed openbaar vervoer hebben, wil je de voordelen van de auto teniet kunnen doen. Ja, dat is natuurlijk vloeken in de kerk voor veel mensen die willen dat we allemaal fijn met de bus gaan. Ik zou zeggen voor al die, vooral jonge mensen die dat vinden, ik kan u aanbevelen, ik weet niet of u nog grootouders hebt die op een vrij forse leeftijd zijn, maar als u bijvoorbeeld nog een opa of oma heeft lopen van een jaar of 80, die moeilijk ter been is en niet zo snel meer beweegt en reageert, zou u haar dan eens mee willen nemen op een tripje in het Nederlandse openbaar vervoer?
Dat begint al met de interessante ontwikkeling dat u stapt in de bus naar het station vanzelfsprekend. En terwijl u nog niet zit en uw slechter been zijnde opa of oma ook nog niet zit, voor u maakt het geen zak uit, geeft de chauffeur al flink gas met de bus. Met als gevolg dat uw opa of oma als een kanonskogel van voor in de bus naar achter in de bus vliegt en daar op gruwelijke wijze neerstort. En waarschijnlijk zijn hoofd stoot of zijn arm breekt of zo. Waarom die chauffeurs dat doen, dat is mij nooit helemaal duidelijk. Maar dat, ik zou zeggen, wacht gewoon, wat zal het zijn, 15 seconden, 30 seconden. Nou ja. En dan natuurlijk met u, u moet wel een beetje een druk momentje uitzoeken op het station. En dan stapt u met uw bejaarde opa, stapt u gewoon in de tweede klas. En dan moet u zich met die opa door die kluwen van beroepsvechters die daar instapt, niet waar, moet u binnen zien te komen op tijd voordat het. Nou, kortom. Er zit hartstikke leuk openbaar vervoer, maar je moet jong zijn, je moet goed ter been zijn, je moet vlot zijn. Dat moet u allemaal zijn. Als u dat niet bent, wat dacht u van? Ik geef dit, ik zie een verhaal wat zo uit de werkelijkheid gegrepen is. Mijn bejaarde moeder ging nog wel eens met een koffertje naar Amsterdam om daarna mijn broer te bezoeken. En dat was op station Utrecht, moest ze overstappen. Ze kwam met een stoptrein uit de binnenlanden. En dan stond ze op perron 2, daar gaan de treinen naar Amsterdam weg. Maar ja, dat was wel eens iets. En dan werd 1 minuut voordat die trein kwam, werd omgeroepen. De sneltrein naar Amsterdam zal dadelijk vertrekken op spoor 14B. En daar staat mijn moeder, die weet helemaal niet waar 14B is. Dat is bovendien ongeveer 1 kilometer lopen, 14B. En als het nou 1 keer gebeurde, alleen dan wacht je op de volgende. Maar dit gebeurde aan de lopende band. En mijn moeder zei tenslotte, ze kunnen de pot op, ik ga niet meer. Dat heeft ze ook niet meer gedaan. Er rijden toch van die busjes rond voor oudere mensen? Op het station? Nee, niet op het station, maar in het algemeen. Die komen je toch thuis ophalen en die breng je dan ergens naartoe. Oh, nou dat was toen nog niet in ieder geval. Ja, maar nu wel, toch? Oh. Hebben ze hier nooit? Komen die hier nooit in de buurt? Nee, ik zie hier nooit zo'n busje, nee. Maar ik wil maar zeggen, het openbaar vervoer is voor een bejaarde in Nederland, hoe fijn het ook allemaal geregeld is, helemaal niet aangenaam. Los nog van het in- en uitchecken. Ja, dat is nog weer een heel ander. Ja, je kunt je kaartje niet vinden. De of het werkt, niet het werkt niet. Ja. Nou, er is altijd wel wat natuurlijk. Ja, ik ga ook even een slokje nemen. Sorry dat ik weer even ben afgedwaald, ja. Het is niet anders. Het zijn allemaal van die enorm interessante thema's waar je je leven lang wel eens iets over had willen zeggen. Dit is ook zo'n punt waar je nooit zegt iemand van ja, dat is allemaal hartstikke lollig, dat openbaar vervoer. En laten we het vooral stimuleren, daar ben ik helemaal niet tegen. Maar het is voor bejaarden een praktisch onmogelijke taak om dat te doen. Ja, in de COVID-periode zie je wel dat veel meer mensen een occasion hebben aangeschaft. Hè? Dus... Ja, en een hond. En een hond, ja. Dat klopt, een huisdier. Ja, ik hoop dat het met al die honden goed afloopt, eerlijk gezegd. Waar waren we gebleven? Bill. Nee, we waren al met Drees begonnen. Ja, kort Drees. Laten we een paar leuke Drees-anekdotes doen. Omdat die ook in allerlei opzichten indicatief zijn voor het soort van man wat hij was. En het soort van minister-president wat hij was. Hij heeft natuurlijk gezorgd als minister voor de start van de AOW, Algemene Ouderdomswet. En het algemene ouderdomspensioen wat we in Nederland kennen, de zogenaamde AOW. Daar is eerst een voorlopige regeling getroffen in de jaren 40, maar dat was al een wereldwonder. Tal van mensen, ik heb oudjes horen zeggen toen hoe dankbaar ze daarvoor waren. Voor een belangrijk gedeelte ook de reden dat heel veel mensen er eens enorm dankbaar waren. Al moet je daar natuurlijk in feite de hele regering dankbaar voor zijn. Dat heette toen ook trekken van Drees. Hij trekt van Drees. Ik weet niet of die uitdrukking nog gebruikt wordt, maar... Trek van Leer ken ik wel. Trek van Leer, nee. Van Leer is een vaterfabriek, maar daar wordt hij iets anders bedoeld, vanzelfsprekend. Je zei toen niet van ik heb AOW, maar je zei ik trek van Drees. Of hij trekt van Drees, of zij trekken van Drees. De AOW. Ten slotte is dat definitief geregeld in 1958 door minister Suurhoff, als ik het wel heb. Het is een hele wonderlijke en fantastische regeling. Eigenlijk zouden we daar veel dankbaarder voor moeten zijn dan we eigenlijk zijn.
Ik heb het vaker gezegd, volgens mij, Duitsland heeft geen AOW. Wij hebben een hele behoorlijke AOW, algemene ouderdomsvoorziening in dit geval. Als je met z'n tweeën bent, is dat, ik weet niet wat het tegenwoordig is, iets van 1500 in de maand. Ja, kun je daarvan leven? Nou, dat is ook schraal, maar heel veel Nederlanders hebben een betrekkelijk klein pensioen erbij. En dan, zeker omdat dat fiscaal niet zwaar belast wordt, niet waar, heb je toch een redelijk standaard inkomen als bejaarde. Dat is lang niet overal in de wereld het geval. Nee. Waarom kwam het in die tijd, wat gebeurde er in het politieke landschap dat ze toen daarmee kwamen? Dat waren allemaal ideeën die eigenlijk al in de jaren 30 ontwikkeld zijn, of al eerder ontwikkeld zijn. Dat er natuurlijk iets gedaan zou moeten worden aan de onderkant van de samenleving. En die eigenlijk na de oorlog toch ook wel enigszins vanuit die vernieuwingsimpuls, we gaan het anders doen dan we in dat enorm suffe interbellum hebben gedaan, waar eigenlijk helemaal niets is uitgekomen, zoals totale stasis, een stilstaande poel water, en je weet, stilstaand water, dat gaat enorm snel stinken. Dat was het probleem eigenlijk. Dus na de oorlog kon dat. En ja, het wonder was natuurlijk dat na de oorlog die economische groei ook het mogelijk maakte om een verzorgingsstaat op te tuigen. Er was geld voor. Er is nog steeds veel geld voor, maar we hebben het er vaak over gehad, om ruimzinnige reden besloten dat die weer afgetuigd moet worden. Hier is het kerstboompje volgehangen met ontzettend leuke ballen. En zo, en nu vinden we dat er erg veel ballen in hangen. En nu kan het wel wat minder. Met hele vervelende gevolgen voor die mensen aan de onderkant van de samenleving die niet zelfredzaam zijn. Dus die twee moeten we niet los. Die kun je niet loszien. Economische groei en invoering AOW. Ja, met die economische groei maakte natuurlijk vrijwel van alles mogelijk. Het was zo niet alleen luxe voor de individuele Nederlander natuurlijk. Denk aan die auto's. Hè. Of denk aan de televisietoestellen. Eerst was er in de straat bij ons alleen meneer Derks had televisie. Maar af en toe mocht je bij meneer Derks gaan kijken naar de televisie. Nou ja, dan vrij snel komt de eind jaren 50. Komen er steeds meer televisies. Denk begin jaren 60 heeft vrijwel iedereen een televisie. En dan, nou wanneer was dat? Ik denk ook ergens in de loop van de jaren 60. Ik geloof dat in 64 kon je ook kleur op je scherm krijgen. Werd er ook in kleur uitgezonden. Ik denk ook dat 64 voor het eerst Nederland 1 en 2 kreeg. Dat was ook al een revolutie natuurlijk. Eerst had je maar één zender, Nederland 1. En die begon ook betrekkelijk laat. Of nee, die begon om 7 uur of zo. Maar die was ook al vrij vroeg, was die weer afgelopen. En toen kwam Nederland 1 en 2. Waarop Rudy Karel, die hebben we later naar Duitsland geëxporteerd. En ja, wij vonden hem niet zo geestig, maar de Duitsers vonden hem ongekend geestig. Duitsers hebben totaal geen gevoel voor humor, dus Rudy Karel was daar een enorm succes. Maar Rudy Karel zei ooit, ja, het was wel jammer dat we nu twee Nederlandse zenders waren, want de echte gezelligheid was nu weg. Hè? Want kijk, als er maar één zender is, heeft iedereen hetzelfde gezien. En er werd toen natuurlijk flink gekeken. Ook dat is minder geworden. En dan heb je één gemeenschap die dezelfde beelden heeft gezien. En dan kun je de volgende dag bij de koffieautomaat die er nog niet was, kun je daar dan een gezellig gesprekje over voeren. Ja, ja, voor de populisten zou het eigenlijk één zender, als ze ergens voor zou moeten ijveren, dan zou ik zeggen, ijver voor één Nederlandse zender. Gaf al die andere zenders gewoon rücksichtloos cancelen. De cancelcultuur, toch allemaal rommel, dus weg ermee. Dit is een idee voor Thierry, voor zijn forumland. Ja, voor Thierry, want op zijn eiland, wat ik hem nu al reeds toegedacht heb, kan hij natuurlijk ook een eigen televisiezendertje beginnen. Nou, denk, dan moet het eiland wel zo groot zijn dat je het niet gewoon zonder zender ook al kunt bereiken, al die volgelingen. Het gaat hem volgens mij, hij is natuurlijk gek op volgelingen, dat is het eigenlijk. Hij wil dat er volgelingen zijn, dat er mensen die hem naar de ogen kijken, die hem bewonderen. Die zeggen, ja Thierry, je bent een genie. Het rijmt niet voor niks op genie, Thierry. Thierry het genie. Ja, het is een komische vertoning. Hij heeft al zijn journaal hè, op YouTube, dus dat kan hij zo doorzetten. Hij is een groot komisch talent. Dus vaak dit type van, denk een Boer Koekoek, heeft misschien een van de allergrootste komische talenten die Nederland heeft opgeleverd na de Tweede Wereldoorlog. Dat is uniek. Zijn een paar politieke uitzendingen.
van de boekhoek. Ik hoop dat die nog eens verzameld worden op een cd. Dat is cabaret op een niveau wat geen enkele cabaretier ooit heeft weten te bereiken. Drees, daar hebben we het nog steeds. Hij is nog steeds minister-president. En ik zal twee anekdotes vertellen die ik wel ken over hem. En dat is de eerste anekdote, vond ik altijd erg geestig. Dat de KLM opende een nieuwe lijn op Lima. De KLM is overigens ook zo'n typisch naoorlogs mythisch bedrijf. Met de oude Plesman natuurlijk. En nergens had je zo'n fantastische luchtvaartmaatschappij als wij in Nederland hadden. Werd ook altijd gezegd, het is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Achteraf gezien natuurlijk is het natuurlijk een brokkige firma geweest. Ik bedoel, hoe vaak het niet slecht ging met de KLM. Het gaat altijd slecht met de KLM, tot het heel even goed gaat. En, ja, ik heb nooit gezien wat het fijne is van een echte Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Maar goed, ik ben ook wel benieuwd hoe... Nee, laat ik niet weer opnemen. Mensen zeggen altijd als ze in het buitenland zijn en ze komen dan in het vliegtuig van KLM... Dan, ook al zijn ze in het buitenland, ze voelen zich eventjes alweer thuis. He, dat vertrouwde blauwe gevoel met die dames in die pakjes en hoe aardig ze zijn. Allemaal blond is dan. Ja, ik heb dat nooit gehad, dat gevoel. Ik heb wel degelijk chauvinistische gevoelens, maar die hebben niets met de KLM te maken, kan ik je ontzeggen. 0,0. Waar dan wel mee? Het Nederlandse klimaat. Het mooiste klimaat ter wereld, naar mijn idee. Natuurlijk het Nederlandse landschap in het bijzonder westen. Ik geef niks om dennenboompjes en zo, maar zeg maar het rivierenlandschap. Wat kunnen we nog meer verzinnen? Nederland heeft een bijzonder interessante geschiedenis. Wij zijn nu sterk genormaliseerd. We zijn nu gewoon doodgewoon een klein West-Europees land. En lijken allemaal min of meer op elkaar in allerlei opzichten. Maar dat wordt wel eens gezegd, dat is ook wat terecht. We zijn een soort Scandinavisch land wat naar beneden gezakt is. Ik heb zeker wel gehoord, gelezen, dat Denemarken nu van plan is om zijn immigranten elders onder te brengen. Wat is dat toch een ongelooflijk godvergeten, kleinzielig, klote land, dat Denemarken. Ja, ik denk dat wel gezellig land, Denemarken. Een fijn land, leuke Denen. Hè, met dat leuke Kopenhagen, met al die gekleurde geveltjes. En het is een dichtgetimmerd klote land. Goed, dit nog terzijde, mijn liefde voor Denemarken. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb eigenlijk in de afgelopen 20 jaar niets gelezen over Denemarken, wat ik ook maar in de verste verte als positief kon waarderen. Dat land is ingrijpend ontspoord naar mijn idee als morele propositie. Anders, die Zweden hebben daar beter gedaan. Daar hebben ze ook wel spijt van, maar toch, die hebben het beter gedaan. Daar gaan we naar Drees. De KLM opent een lijn op Lima. En de KLM had leden van het kabinet uitgenodigd om gratis mee te vliegen naar Lima. Je begrijpt het, eerst naar Lima, enkele dagen in Lima, een duur hotel en dan weer gratis terug. Nou, daar zeg je geen nee op dat. En zeker niet in de jaren 50 natuurlijk. Maar ja, ze moesten natuurlijk wel. De ministerraad die vergaderde vrijdag. Dat was toen al net zoals dat nu het geval is. Maar ja, ze zouden dan op vrijdag niet aanwezig zijn in de ministerraad. Dus ze moesten aan de president, de minister-president vragen. Ik geloof dat die met president wordt aangesproken in die vergaderingen. Of ze wel weg mochten. Dus ze zei, ja, we gaan een uitnodiging halen naar Lima. Op Drees zei, hoezo gaat u naar Lima? U hebt hier kabinetsvergadering en u kunt mededelen dat u helemaal niet meegaat. U bent gewoon vrijdag, bent u gewoon hier voor de kabinetsvergadering. En dan was je maar zo goed dat je niet naar Lima ging. Dat zou nu denk ik toch wel anders zijn. Hoewel geen mens tegenwoordig vrijwillig naar Lima wil. Ik geloof dat dit COVID-besmetting in Peru, dat is daar ook totaal uit de hand gelopen. En ja, er was een nieuw ministerie gebouwd. En dat moest natuurlijk, ja, dat moest meubilair hebben. En dat kwam ook ter sprake, merkwaardig genoeg, in de ministerraad. Degene die daarvoor direct verantwoordelijk was, de verantwoordelijke minister, zei, ja, er moest alleen nog nieuw meubilair gekocht worden. Nou, zei Drees, dat hoeft helemaal niet. Ik weet nog een hele zolder waarop oud ministerieel meubilair staat. Dat gaan jullie maar ophalen en dat zet je maar in het nieuwe ministerie. Kijk, dat is... Hè? Ik heb ook altijd maar afgevraagd waarom overal van dat dure meubilair moet staan. Ja, wij kregen ook op het instituut ineens
hele rare stoelen en tafels. Die waren zo gemaakt dat als je een hernia had. Maar ja, lang niet iedereen had een hernia. Dus ik zou zeggen, maak dan een hernia vleugeltje voor mensen. Die, nou, daar kun je dan duur meubilair neerzetten. Maar deze tafels die kon je per poot verstellen met een draaiwieltje en zo. Dat je denkt, kom nou gauw. Was een journalist. Ik werk nog steeds aan een bureau van 15 gulden. Ja, er was een journalist die had bij de persconferenties van corona uitgezocht hoe duur de katheders waren die daar staan. Dat was nou enkele duizenden euro's. Volgens mij bijna 3000 euro per stuk. Volgens mij zijn er wel goedkopere kathedertjes te krijgen. Dit is hetzelfde als die gruwelverhalen over dingen bij de, van de Pentagon. Kijk, de leveranciers aan het Pentagon die weten ook wel dat het Pentagon niet waar een van de meest kapitaalkrachtige instellingen ter wereld is. Dus daar waren dan asbakken voor $200. En nou ja, echt de simpelste rommel werd aan het Pentagon geleverd voor gigantische bedragen werkelijk. Dat is tenslotte uitgezocht en uitgekomen. Alles komt altijd uit. Sorry Sievert, alles komt uit. Het is suf. Hey, je moet er van tevoren rekening mee houden. Ja, als ik ineens, nou ja. Laat ik nog een slokje nemen. Ja, dat was Drees ten voeten uit. En ik denk ook dat, kijk, de hele atmosfeer in Nederland was de schouders eronder, de wederopbouw. Het ging fantastisch goed in economisch opzicht. Iedereen was bereid mee te werken. Er bestond natuurlijk een soort van, laten we zeggen, sociale vrede. Werkgevers, werknemers en de overheid werkte er eendrachtig samen. In dit geval om bijvoorbeeld de lonen laag te houden, zodat onze concurrentiepositie in de export, dat die goed was. Ze zijn natuurlijk veel te lang, veel te laag gehouden. Wat eigenlijk uiteindelijk niet zo'n verschrikkelijk verstandig beleid. Zodat de lonen tenslotte begin jaren 60 explosief ontwikkelen. En dan, nou ja, dan krijgen we al die problemen van de jaren 70. Maar goed, in de jaren 50 ging het fantastisch goed. En dat, ja, dat straalde natuurlijk ook af op de kabinetten die er waren. En dat straalde in het bijzonder af op Willem Drees. Zijn er ook, wat was de kritiek die hij te verduren kreeg? Ik weet niet eigenlijk wat, of Drees eigenlijk veel kritiek te verduren kreeg. Ik kan me het maar niet herinneren. Dat we zeggen, je moet je wel realiseren natuurlijk dat Drees, kijk, Drees is nu een oeh. En ik moet zeggen, het is allemaal erg leuk, die GoPro-kamertjes, maar het leidt wel af, hè? Ja, dat is waar, maar dat is, jouw kamertje blijft het gewoon doen. Mijn kamertje die zegt, zit, camera is too hot. Oh. Dus hij is nu weer uitgegaan. Het komt dat hij niet in de luchtstroom zit, volgens mij. Nee, dat denk ik, ja. Ja. Dat is natuurlijk heel gevoelig allemaal, die apparatuur. Ja. Al vind ik wel, die GoPro-kamaatjes, die zijn toch als je een sledentocht doet met sledehonden, dat je zo'n dingetje op je slee kunt monteren. En dan is het daar weer te koud natuurlijk. En dit zijn dingen die in feite onder alle denkbare klimatologische omstandigheden moeten functioneren. Ja, dat ben ik met je eens. Hè? Ja. Zal ik hem eens even vasthouden. Ja. We zijn ook hartstikke warm, joh. Ja? Ja, moet je voelen. Oh. Man, ik wil zeggen dat je een ei op kunt bakken, maar het scheelt niet veel. Ja, ze zijn warm, ja. We moeten natuurlijk veel opnemen, ja. Hartstikke warm. Ja. Oké. Okay. Kijk, wat ik al zei, Drees had de tijd mee. Ik heb ook wel eens gezegd, een beetje kinderachtig natuurlijk, als ik in 1948 minister-president was geworden, ik was toen in precies zijn 5, en ik was dat 10 jaar geweest tot ik 15 was, dan was het in Nederland waarschijnlijk ook heel redelijk verlopen. Ik weet niet of alle kabinetsvergaderingen dan leuk zouden zijn geweest voor mensen met een wel bijzonder jeugdige president aan boord. Maar ja, dus je kon er in principe, zeker als je terughoudende begrotingen maakte, dan was door die economische groei, niet waar, was je steeds pek kopen in die jaren. En dat is natuurlijk het grote verschil met Lubbers. Lubbers trad aan op het moment dat we ons inderdaad sociaal-economisch in de problemen bevonden. En zeker in het begin heeft hij dat in allerlei opzichten heel inventief weten aan te pakken. Dus Drees had de tijd mee. Hij had de tijdgeest mee. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat het een excellente minister-president is geweest. Ik wijs er ook op toen hij dit werd. Toen hij aantrad en 48 was hij volgens mij 65. En toen hij vertrok was hij 75. Nou ben ik ondertussen nog weer iets ouder dan dat. Maar het geeft aan dat je, kijk, tegenwoordig zijn politici natuurlijk allemaal piepjong. Althans in mijn ogen zijn ze allemaal piepjong vanzelfsprekend. En ik denk dat als je nu zou zeggen dat iemand zeer geschikt is om minister-president te worden die bijvoorbeeld 68 zou zijn.
Nou, dan krijg je al tobberige stukken in de krant. Dat moeten we niet doen. En zo iemand, dat is 68. Ik bedoel, dat dan begint Alzheimer's schema toch ook al een beetje rond te wapperen. Dus dat kan echt niet. Nee, ik zou zeggen, en dat geldt natuurlijk in allerlei opzichten voor veel Nederlanders. Als je normaal van lijf en leden bent, je hebt geen verschrikkelijke ziektes, dan ben je als bejaarde ook nog heel goed maatschappelijk bruikbaar. We zien het in Amerika natuurlijk, hè? Perfecte voorbeeld waar ze op oude leeftijd dat nog gewoon doen. Ja, Amerika is een beetje in de greep van een gerontocratie geraakt, zou je kunnen zeggen. Allemaal even oud natuurlijk, Joe Biden. Trump is ook van 46. Pelosi is ook al... Pelosi is helemaal iets nog ouder dan ik. Mitch McConnell, die boefachtige leider van de Republikeinen, die is ook 80 in de 70 volgens mij. Het is een... Ja, dat vind ik... Deze collectie begint weer naar overdrijving te rieken. Dat je denkt van... neem Obama. Die was van 61, als ik het wel heb. Dus die was stukken en stukken jonger. Maar ik geef toe, dat is wel een beetje vreemd. Maar ik denk dat... Ik vind dat er in Nederland ook relatief eigenlijk heel weinig bejaarde mensen in de politiek zitten. Ik vind ook dat... Als er eens een maatschappelijke discussie wordt gevoerd, dan heeft dat zeker ten aanzien van de bejaarden vaak een licht kwetsend karakter. Ja. Thierry heeft natuurlijk Hiddema. Ja, maar goed, die is al lang dood, maar die weet op voortreffelijke wijze indruk te wekken dat niet zo is, dat die eigenlijk gewoon nog leeft. Waarschijnlijk op elektrische stroom of zo, weet ik veel. Dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar er was nu die rare discussie natuurlijk over de televisie. Ja, de televisie was allemaal voor oudere mensen, maar dus ze wouden echt televisie maken voor jonge mensen. Want er keken veel te weinig jonge mensen. Wie zei dat? Nou ja, de NTR. Oh. Dat is een hele discussie. Oh ja, met andere tijden en zo. Ja, precies. Ja. Precies. Terwijl die jonge mensen die kijken niet op de traditionele manier televisie. Ik zou zeggen, ik zie helemaal niet in wat het probleem daarbij is. Dit is wonderlijk genoeg een discussie die A, nogal kwetsend uitvalt voor de ouderen. Zo van ja, die ouderen die zitten thuis te slapen op de bank, die kijken zo totaal oninteressant. Wat kan ons die stomme ouderen schelen? We moeten blitsjong volk. Dat is allemaal door de advertenties gestuurd. Want dat... In het advertentieland heerst de mythologie dat mensen tot, ik geloof, een 49ste maken ze nog keuzes ten aanzien van de consumptie. En daarboven blijven ze gewoon de hele rest, hoe lang ze ook leven, blijven ze hetzelfde merk theezakjes gebruiken. Nooit dat ze zeggen, oh, hier is een ander theezakje of zo. Nee, tot je 49 zeg je regelmatig, ik wil nou toch wel eens even die bosvruchten thee proberen of die... Of die oude sokken thee, of nou ja, want dat is ook gruwelijke uitwas. Hè, die theesoorten, dat je zo'n hele bak voor je neus krijgt. Hè, en dat je de grootste moeite hebt om binnen 10 minuten er een te vinden die een normale thee te vinden. Dit ook de zaakjes. Dat was dus Drees, die had er tijd mee en wordt denk ik door de meeste mensen nog steeds beschouwd als... De meest opmerkelijke en de beste Nederlandse minister-president. Hij is natuurlijk langzamerhand al flink geklopt op tijdsduur, zittingsduur. Want nu krijgen we na Drees, tenslotte valt het laatste kabinet Drees. Daar speelde toch ook wel een rol in die enorme welvaartsontwikkeling. En dat met name de confessionelen en de VVD toch vonden dat het misschien wel handig was om van de sociaaldemocraten af te komen. Maar natuurlijk toch in essentie conservatieve partijen. Je ziet dat ook nu weer. Laat ik het nog één keer zeggen. Ik heb het nog nooit gezegd. Nou, ik heb het vaak gezegd, maar... Kan iemand mij ooit eens uitleggen wat het CDA met het christendom te maken heeft? Dat zou ik dolgraag... Kijk, de VVD doet er niet moeilijk over. Die zegt ook niet dat ze christelijk geïnspireerd zijn... of dat ze anderszins warm menselijke gevoelens koesteren. Die hebben ze niet en ze hebben er nooit over gelogen. Maar het CDA, je gaat dus onder een christelijke vlag door het leven. Christelijk-democratisch appel heet het. En het is een van de meest onchristelijke partijen. Nou ja, misschien kunnen ze mij eens bellen van het partijbureau met een leuk essay. Wat er voor christelijks is aan het CDA. Een door en door conservatieve partij.
Ja, dus ik heb nog een overgangsperiode Bill. Maar goed, Bill hebben we gehad. En ik moet je zeggen, Bill heeft mij nooit... Zelfs met de beste wil van de wereld kan Bill mij niet inspireren. Dus dan krijgen we het kabinet Te Kwaai. Jan Te Kwaai, dat was een man van katholieke huizen, van de KVP vanzelfsprekend. Daar was toch wel allerlei discussie over. Want Jan Te Kwaai had aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een zekere rol gespeeld in een beweging die eigenlijk wel nationalistisch was, maar zich ook wilde accommoderen aan de Duitse bezetting. Dat lag moeilijk. De bekende historicus Geil heeft nog eens een artikel geschreven, interessant genoeg, dat naar mijn idee iemand als Te Kwaai absoluut niet het recht had, het morele recht had om minister-president te worden. En dat artikel werd vreemd genoeg geweigerd door de NRC, als ik het me goed herinner. En is tenslotte in Vrij Nederland verschenen. Dat is ook een lastig probleem. Kan dat of kan dat niet? Ongeveer terzelfde tijd, ietsje later, had je Kurt Georg Kiesinger in Duitsland. Die is bondskanselier geweest, niet lang, maar toch. En die was lid geweest van de NSDAP. Dat kun je nou van Jan Te Kwaai nou ook weer niet zeggen. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen zich Te Kwaai alleen nog maar herinneren van het lied van Wim Kan. Lij me Jan, lij me met z'n allen, nu het nog kan. Ik ben geen zanger en ik weet niks van tekst. We monteren het er even in, we zoeken het even op. Ja, en dan... dat lied van Wim Kan. Ja, er was een huizencrisis en tijdelijk was het kabinet demissionair geraakt, maar tenslotte is het weer gered. En dan krijgen we een heel interessant kabinet, het kabinet Marijne. Ja, ik heb verder niet zoveel met Jan Te Kwaai. Was het een goede minister-president? Ik heb er wel eens wat over gelezen. Hij was niet een doorbijter of een hele gedecideerde leider. Ik begreep uit dat verhaal dat Schmelzer, een up-and-coming talent uit de KVP, dat hij vaak in de kabinetsvergadering meer praatjes had dan de minister-president. Dus dat lijkt mij ook niet uitgesloten. Al zou ik er direct bij zeggen, ach, Jan Te Kwaai was zeker geen slecht mens. Leek wel een brave man eigenlijk, maar niks bijzonders. Wat op zichzelf natuurlijk weer een heel aardige conclusie geeft, namelijk dat je in Nederland ook minister-president kunt worden zonder dat je eigenlijk iets bijzonders bent. En de volgende, namelijk, daarvan kunnen we toch zonder enig probleem zeggen dat het niet veel bijzonders was. Dat was namelijk Marijne. Die zullen denk ik, vrijwel iedereen zal Marijne zijn vergeten, neem ik aan. Ook van de KVP. Marijne, het kabinet Marijne valt, heeft het de termijn niet afgemaakt, die valt over de omroepwet. Ja, dat was nog een hele kwestie hoe we dat gaan regelen Of misschien toch commerciële televisie moesten krijgen, of juist nog weer niet. De omroep is in Nederland altijd een heel gevoelig punt geweest, tot op de dag van vandaag. Want je weet, veel mensen denken dat de omroep links is. Ik lees ook vaak op de sociale media dat ik een goed betaalde propagandist van de NPO ben. Dames en heren, en ik moet u enorm teleurstellen als u uit deze branche, als u even luistert hiernaar en u hoort mij spreken in jou. Ik word niet goed betaald door de NPO. Sterker nog, als u echt vlot rijk wil worden, zou ik u niet aanbevelen om een carrière bij de televisie te starten. Het aantal mensen wat echt glorieus betaald wordt bij de tv is vrij beperkt. U kunt wel eventueel een productiemaatschappij beginnen. Onze meest succesvolle televisiepersoonlijkheden zijn meestal mensen die matig betaald worden met het televisiewerk wat ze doen, maar die erin geslaagd zijn om hun eigen programma's te produceren of zelfs ook andere programma's te produceren. Kijk, daar kunt u aan verdienen. Ik geef u maar een tip. Maar waar komt het dan vandaan dat mensen denken dat die Van Rossum, oh, die zit daar bij de tv en die zit in de slimste en de Van Rossum? Ja, dat ken ik. Je hebt ook van die mensen die zo een beetje naast je komen staan en dan op zo'n lichte fluistertoon zeggen van die tv dat schuift zeker wel lekker. Hè? Ja,
En dan heb je ook nog een hele brigade die zegt van lekker en even zeker ook wel. Ja, dat is. Ze hebben, het is een soort van totaal onbegrip. Ze hebben een soort mythische wereld in hun hoofd van hoe het bij de televisie is. Ja, het heeft wel iets vermakelijks over zich natuurlijk. Maar nee, de NPO heeft ook niet een specifieke ideologische richting. Dat kun je met de beste wil van de wereld kun je dat niet voorstellen. Behalve in die zin dat daar, laten we zeggen, het programma, het idee dat je beter niet kunt laten vaccineren inderdaad niet populair is. Maar dat is heel goed te begrijpen natuurlijk. Ja. Maar als je op het Mediapark komt inderdaad, dat is niet, daar ga je niet voor je plezier naartoe. Zullen we dus rondrijden? Nee, dat is sowieso vreselijk natuurlijk. Daar is ook weinig nagedacht om het een beetje aantrekkelijk te maken. Het is ook een heel vervelend soort van parkeren. En zo. Nou ja, we gaan het even. Dat moet ik erbij zeggen wat betreft uw verdenkingen ten aanzien van de NPO. Ik doe nooit iets voor de televisie als ik niet per taxi word opgehaald of per taxi word teruggebracht. Ik vind het wel een beetje het minimum wat je kunt. Wat nou, je zou nog naar John de Mol natuurlijk kunnen gaan. Daarvan zeggen ze. Ja, dat zou ik nog kunnen, ja. Maar John de Mol heeft mij wel eens gebeld. Ik heb dat verhaal wel eens verteld. Hij had een ontzettend leuk ideetje voor mij. En toen heb ik hem uitgelegd dat ik daar niet zoveel voor voelde. En toen zijn wij heel amicaal van elkaar gescheiden aan de telefoon. Ja. En hij had daar wel begrip voor mijn standpunt. Dus. Ja. Er zijn bepaalde presentatoren die beloont hij door zijn paard te geven. Hè? Dus die krijgen dan. Een paard. Nou moet ik je zeggen dat voor mij zou het krijgen van een paard zo'n beetje de grootste straf zijn. Een beetje te vergelijken met dat afgesneden paardenhoofd in The Godfather. In The Godfather. Zoiets. Zelfs een levend paard zou ik niet. Ja, maar je kunt dan iets pakken wat binnen jouw interessegebied. Nee joh. Ik heb helemaal geen ambities meer. Ja, iemand. Maar dan moest ik nou de vraag beantwoorden of ik nog een bucketlist had. Dat vind ik ook al, het woord bucket is in dit verband ook zo een beetje ordinair toch. Hè? En dat mag bovendien van je zus, want het is Engels. Een wensenlijstje. Een wensenlijstje, ik heb nog wel een paar wensen, maar god, als ik nou straks doodval en ik heb ze niet gerealiseerd, dan lig ik absoluut niet wakker van. Eerlijk gezegd ben ik redelijk tevreden over het leven, ja. Wat staat er dan op het lijstje nog? Oh, ik heb nog wel de ambitie om per trein overigens niet met het afschuwelijke vliegtuig. Ik heb een ontzettende hekel aan vliegen, moet ik zeggen. Om per trein alle Europese hoofdsteden te bezoeken. En dan daar gedurende enkele dagen in een comfortabel, maar vooral ouderwets hotel te logeren. En dan die dagen te gebruiken voor een bezoek aan het aldaar hopelijk aanwezige Nationale Museum. En als ik dat gezien heb, dan maak ik nog een wandelingetje door de stad. En dan ga ik op weg naar de volgende hoofdstad. En een heel aantal hoofdsteden heb ik al gezien, plus het museum. Dus het gaat om hoofdsteden waar ik nog niet geweest ben. Oslo bijvoorbeeld. Of, Finland, Helsinki moet ik nog zien. Ik heb de drie Baltische Republieken wil ik ook nog wel eens doen, eerlijk gezegd. Ik heb begrepen dat die steden toch vrij aantrekkelijk zijn om te zien. Ik moet Hamburg nog doen. Ik heb verder een hoop gezien in Duitsland, maar Hamburg moet nog. Ben nooit in Hamburg geweest. Nou, een hele mooie stad. Ja, waarom? Nou, we kunnen weer idem dito, Frankrijk, ja, Parijs, daar ben ik natuurlijk vaak geweest. Maar ik ben nooit in Bordeaux geweest, dus misschien nog eens wat. Of in Rennes, of Lyon rij je doorheen en je bent altijd dolgelukkig dat je weer die afschuwelijke agglomeratie verlaten hebt met die Route du Soleil. Maar ik zou nog wel eens in Lyon zelf willen. Dus nou, dat is het zo'n beetje. De Europese hoofdsteden. Ja. Ik weet even niet hoe laat het is. Hoe laat moet je eten of ga je eten? Ik heb 6 uur thuis. Oh, het is nu 6:04. Oh, dan gaan we nu. Ga ik nu weg. Oké. Okay. Ja, dames en heren, ik ben dus niet een goed betaalde propagandist van de NPO. En we zetten onze discussie over de minister-presidenten volgende week voort. Met Victor Marijnen, die het er niet lang heeft gezeten. En die eigenlijk vrijwel iedereen is vergeten, neem ik aan. Maar die later nog een verdienstelijke burgemeester van Den Haag is geworden. Maar goed, het is etenstijd. Zo is dat. Nog één dingetje, dat hoorde ik ergens binnenkomen. De Tweede Wereldoorlog. Die moeten we even onthouden. We hebben nu dit. Nee, de Tweede Wereldoorlog. Ja, of we die een keer uitgebreid willen doen. Ja, dat wil ik heel doen. Daar verheug ik mezelf ook op. Niet zozeer om de verhalen, maar het is natuurlijk wel interessant wat er allemaal gebeurd is. En nou, dat kunnen we dan later nog doen na China. Want ja, dat is goed. Ja, nee, dat zal ik doen. Super.
Goed, wat ga je eten? Ik geloof met frieten. Oh, lekker. Ja, je weet, een week zonder friet is een verloren week. Een zinloze week die in het leven niet bijgezet hoeft te worden. En doen die dingetjes? Hij doet het nog steeds. Oké, okay. Ja, kijk. Ja, dan, ja.